Welkom bij weer een nieuwe Kniepie Kuipers on Tour. Het is best fris, het regent een beetje, het is de laatste video van het jaar en jullie kunnen het al op de achtergrond zien met mijn eigen wagen. Dat doen we niet heel vaak, dus dan gaan we een dikke kerstspecial maken. Maar misschien denk je, ik zie er een beetje vreemd uit. Dat klopt, ik zie er speciaal uit. Want ik heb ook een hele speciale vriend en vandaag meer mijn broer. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Bram Krikken. Wat bedoel je? Je ziet er vreemd uit. Het is hartstikke ja, het is helemaal hot, in. 2023 loopt iedereen zo. Ja, dat dus denk ik ook. Ik heb scheermessen ingeslagen. Ja? Doe jij het met een mes echt? Nee, met zo'n groot mes? Lekker zo'n apparaat. Gewoon lekker apparaat? Snel. Oh ja? Ja. Ja, ik heb het echt met een mes gedaan, maar het is zo raar. Ja. Ik denk dat ik... Is ook een beetje koud of niet? Ja, blote willigen zitten. Ik denk dat ik echt serieus al 12, 13, 14 jaar niet mijn baard helemaal zo kaal heb geschoren. Dus het is serieus koud. En ik denk dat ook niemand mij kent zonder baard. Dus ja, daarom heel speciaal. Bram, heb je er zin in? Ja, ik heb er onwijs zin in. Ja, ja? Voor mij is het allemaal nieuw natuurlijk. En wat verwacht je? Nou, op zijn minst een broodje bal. Dat gaan we sowieso regelen. Okay. Dat gaan we regelen. Okay. Dat kan wel. Ja, en verder lekker cruisen. Veel meezingers, denk ik ook. Ja, ook. Want je bent tenslotte radio-dj. Dus dat ga je de hele dag spinnen vandaag. Leuk, leuk. Ja. En toch ook wel hard werk. Uiteraard. Ja, dat zijn jullie ook van mij gewend. Keihard buffelen. Nou, helemaal fantastisch. Wij gaan de wagen in. We gaan starten. En dan gaan jullie ons zo meteen zien. Oh. Hey, leuk man. Ja, dik hè? Echt vet. Maar ja, het is ook lekker warm nu. Ja, heerlijk. Standkacheltje aan en op de sokjes vind je dat niet apart, maar het zit wel heel huiselijk. Het zit heel huiselijk. En het wordt niet vies, er komt geen zand in. Het is echt een rijdende huiskamer. Gordijntjes erin. Ja, top hé. Hou je hem ook zelf in de goed schoon? Ja. En de vrachtwagen ook. Je poetst wat op, hè? Ja. We zijn in Franeker. We zijn op het eerste adres. Normaal gesproken zet ik mijn aanhangwagen iets dichterbij. Maar daar waren ze nu bezig met een hekkie plaatsen. Een schapenhekkie. Een schapenhekkie, ja. We gaan nu de aanhangwagen afkoppelen. En wie gaat dat doen? Bram. Ik ben heel benieuwd. We gaan in ieder geval waar we kunnen afkoppelen, daar gaan we naartoe. Oké. Okay. Je hebt al handschoenen. Maar kan ik dit of niet? Want ik wil niet onder een lading 1000 liter komen. Dan ben ik hartstikke dood. Hartstikke dood? Nee, we gaan hem alleen maar afkoppelen. Dat is de vangmijl. Wat is dat? De vangmijl, wat doet dat? Ja, ik vond het ook mooi om te kijken. De vangmijl. Wat doet dat? Nou, dat ga ik je laten zien. Kijk. Gaat er... Als je meteen... Nee. Kijk, daar. Bam! Oh! Ja, hilarisch. Ja, natuurlijk. Weet je wat voor een bakbeest het is, man? Dit is onbekend terrein. Dit is onbekend. Nee, oké, even serieus. Ja. Ja, heel goed. En nu? Volgens mij ver genoeg. Blijft hij hangen? Nee, iets harder. Ja, dit was hem. Oh, dat is hem al. Ja. Nou, dat is wel eens goed te doen. Hoppa. Ja, en nou die ander? Zit je nou maar na te filmen? Ah! Hoppakee. En die mogen hierin. Oké. Okay. Nou, maar het, niet uit welke volgorde. Nee, wel nee joh. Als het zo meteen maar niet gedraaid zit. Daar heb ik een broertje dood aan. Zo. Hoe vond je het gaan? Ja, goed. Ik ook. Nou, tijd voor koffie, broodje bal. En dan? Ja, verder. Zo. Ja. Oh. Ja. En nou... Naar binnen, wat regent het hard. Ja, het is verschrikkelijk. Ja. We hadden ook een zomerspecial kunnen doen. Ja, die gaan ze niet meer open doen. Nee, dat denk ik ook niet. Dit is een hele lange... Dog shelter noem je dat, zo'n laadklep. Maar kijk hoe lang hij is. Wat enorm lang. Jij moet niet lachen. Knippie.
Dus het was een hele lange dag. Gaan we nu over die enorm lange... Ja, laat je even weten als je er bent. Hop! Ja, het is een beetje, ik word wel steeds iets sneller in. Ja, het gaat nog steeds soepeler, zeg maar. Het gaat steeds soepeler. Alright. Ja. En jij bedankt. Zo. Hè? Heel goed. Nou, hey, tof joh. Oh, ja. Hey, super, ja, dankjewel. Hartstikke bedankt. Die is van jou? Ja, en dan de laatste bladzijde. Oh ja, Wouter. Ja? Nou, super Wouter, dankjewel. Super Wouter. Super Wouter. Waarom geef je me geen hand? Ja. Bedankt. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. We kunnen weer. We gaan weer door. Co-piloot. Tot de volgende. Hey, dankjewel. Dank je. Doei, doei. Tot de volgende keer. Hoi. Ja, super zeg. Ja, dus nu nog drie. Ja, het is, aftellen is begonnen. Ja, ja, top. Hey, succes nog. Zo. Juist. Ik dacht, in Friesland is het wat rustiger. Misschien leuk, Bram zelf ook even ervaring om te laten rijden. Dus wij een rondje hier over het industrie en je dacht, ik zal het even netjes oplossen, toch? Ja, ik heb alleen geen geld bij, maar ik heb wel zo'n snowglobe en een snoepje. En wat heb je erop gezet? Nou, ik heb tegen je auto aangezeten, sorry daarvoor. Ik heb alleen geen geld, wel een snowglobe. Nogmaals, sorry. Nou, vind ik een goede oplossing. Ja, toch? Ja, weet je, kan gebeuren, toch? Ja, maar de beste, je ziet het. Het lag niet aan mij. Nee. Maar de hele dag al niet? Nee. Nou, laten we snel gaan. Ja, want zo meteen komt hij terug. Ja, daarom. Ja, we zijn aangekomen. Martijn. Nee, ik heb me net gemeld. Ik wist dat ik voor deze deur mocht. Dus ik heb hem even vakkundig, een beetje slingerend, achteruit gereden. Maar ik had ook niet alle ruimte voor me. Normaal gesproken zit je hem er even goed recht voor. Ja, ik hoor alleen maar smoesen. Ik hoor alleen maar smoesen. Volgende adres gaat Bram achteruit. Dat is goed. Nou goed, we hebben dus ons al gemeld. We gaan even naar binnen en dan even horen of we die containers mogen lossen. Ja. Misschien kan jij nog wat doen. Ja, een beetje uitladen. Prima, misschien hebben ze nog koek. Ja, wie weet. Ze maken het hier toevallig. Daarom? Ja. Nou, kom. We gaan naar binnen. Hier deze kant de trap op. Ja, aan u. Hoppa. Zo. Halm. Voeten vegen. Halm, ja, tuurlijk. Hiro, ik ben al eerder geweest. Ik kroon u tot de ridder of Halm. Ik ben net een Piet. Met die snor. Ja, dat moet jij zeggen. Doe jij ja. Jij hebt ook net zo goed de snor. Oh. Kijk nou wat je doet. Piet. Oh. Hop. Dat is geen HZZP meer. Maar staat je goed? Nou, jou ook. Ja, dank je. Nou, laten we snel beginnen dan. Ja, we gaan lossen. Ja. De deur is al open. Klepje er weer. Zie je dat dit een veel korter klepje is? Dit is een veel korter klepje. Ja, want vanmorgen zei ik, maar dit is een normale klep. Ja, je hebt gelijk. Weer wat geleerd. Weer wat geleerd. Hop. Laat jij je snor doen of doe je het zelf? Nee, zelf. Oh ja. Beetje bijpunten af en toe. Oh ja. Ah, je kan ook naar de barbier natuurlijk. Wel lekker. Ja, dat is top. Oh. Ja, ver genoeg. Oké. Okay. Oh!
Ah, netjes hoor. En in één snelheid over die klep. Oh. Ja, top. Super, hè? Ja, dat lekker. Maar, ja, het gaat best prima. Goed zo. Net zo recht als ik hem ervoor heb gezet. Ja, dat is wel moeilijk. Ja, klote. Als je denkt dat gaat te ver, kan je altijd die stuur rechtop zetten. Volgende. Op. Die 11 heb je er toch mooi snel uitgegooid? Nou, toch? Dat dacht ik. Ik wou net zeggen. Hop. Hij mag beginnen hoor, bij ons. Nee, het ging toch helemaal niet slecht, of wel? Nee, helemaal niet. Alle 11 tanken heb ik gelost en ik heb zelfs wat geleerd hier, hoor. Want ik zei net op de bon tegen jou, het is 920 liter. Ja. Zei die meneer die hier werkt, die zegt, nee, het is 920 kilo. Het is 1000 liter. Dus ik dacht altijd, het IBC is 1000 liter. Dus het is inderdaad 1000 liter. Maar het gewicht van de olies is gewoon lichter. Dus we hebben 1000 liter gelost en 920 kilo. Ah. Dan zijn we er weer. Ik rijd dit nou dikke 5 jaar met die combi, nooit geweten. Nee, zo, nou, ik leer geleerd. Je ook. Ja, ik leer je ja, van. Ja, ja, maar jij leert een hele hoop vandaag. Ja, dat is niet normaal. Maar ik ben wel benieuwd. Triangel in de... Ja, daar gaan we zo meteen aan beginnen. In de hefcom, ik dacht, ik zal jou... De halklem, hoe heet dat ding? De vangmijl. Vangmijl. Mangvangvangmijl. Ja. Tjus. Ima graag house. Ja, wat zeggen ze hier in Friesland? Wat zeggen ze hier? Oetjen. Oetjen. Ja, ga maar. We zijn aangekomen in het altijd mooie, zonnige Groningen. Grun. Ja, Grun. Jij hebt wel wat met Groningen. Nou ja, ik vind het een leuke stad. Ja, is ja. Het ook, is ja. Het ook. Maar je zei net wat anders. Nee, ja, nee, dat is niet waar. Oh nee, nee. Leuke stad. Nee, leuke stad. Nee, ja, nu komt het over. Nee, ja, heel leuke stad. Een hele waanzinnige stad. Ja. We gaan hier bier lossen, we staan namelijk bij Bier & Co. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even de kerstspecial pakken aandoen. Dus wij gaan ons verkleden. Dit jij is... weet nog niet wat, hè? Nee, maar jij had het helemaal niet gezegd. Nee, expres niet. Zei, doe mee aan mijn kerstspecial. Ja, maar Bram houdt van gekke dingen doen. Dus ik dacht, dit hoef ik niet te overleggen. Ik laat mijn snor staan en Bart. Bart. En Bram en Krikke trek de pak aan. En, maar doe jij zelf ook wat aan? Zeker. Nou, oké, dan ben ik de broertje niet. En hoe erg kan het zijn? Ik weet het niet. Oh, je ziet er goed uit, vriend. Nou, dankjewel. Jij ook. Randy. Ik ken je helemaal niet. Nee, dat is ook de bedoeling. Maar je hoort dat ik het ben. Nou, oh. Maar ik moet zeggen, die snor staat je wel beter. Zonder. Ja, we gaan straks zonder. We gaan lossen. God, ja, je hebt me er echt in geluist. Erin? Ja hoor. Een rendier helpt de kerstman toch altijd? Ah. Ja, dat zou ik niet doen. Soepel, soepel. Oh, oké. Okay. Oeh, ja. Proost. Hey, ja, super. Kijk, we hebben goed werk geleverd. De bonnen zijn getekend. First for me retour. En we hebben 2 lekkere pilsjes gekregen. Elvis Juice en Marta. Super blond. Ik heb er 4. 4? Ja, het ja. Verschil moet er wezen. Ja, zeker weten. Nee, maar ja, krijg je dat ja, gast... keer? Nou ja, soms krijg je wel eens wat, ja. Ja? Bij die bierbrouwers of nu zoals nu bij Bier & Co. Ja. Zij zijn een
overkoepelen die alle soortjes hebben en die brengen ze dan weer weg. Dus dat is wel ja, grappig. Ja, dat is wel leuk. Maar we komen ook op al die brouwerijtjes die het dus zelf maken en dan krijg je ook wel eens wat. Ja, ja, super. Gullegevers. Ja. Hop. Oh, doe hè. Tjus. Heeft hij het? Ja, ik denk het wel. Oké, nou we gaan het gewoon proberen. Moet ik dit pak dan aanhouden? Zeker. Maar is hij warm ook, dat pak? Ja. Ja, dat is lekker warm. Hè? Ja, kan dit. Afkoeling. Maar waarom? Kijk, dit is om schoon te maken. Ja, van... Oh, sorry. Kijk, dat is stofjes. Het ja. Dat pak van jou is heel stoffig en warm. Ja. Ah. De lens is eruit. Ja. Eindelijk, Bram. Het broodje bal. Oh. Ik deed dat expres. Beetje. Oh. Het lang verwachte broodje bal. Ja. Of ze het ook hebben, hè? Ja, dat is de vraag, ja. Lekker man. Even kijken. Oh nee. Ja, dat rijden wij. Dat weer. Dit? Ja, dat hebben we morgen gelost. Oh joh. Oeh. Echt een beurt bij je, man. Doe je dit op iedere dag? Bijna. Ja? Ja, ik werk maar 4 dagen. 4 dagen broodje bal? Zeker. Ja? Nee, ik doe het eigenlijk nooit. Oh. Broodje bal. Nee, ik doe het echt nee. Nooit. Nee. Ja. Maar daarom vind ik het nu wel een keer lekker. Nou, lekker joh. Hallo. Hallo. We zijn er weer. Lekker gegeten. Oh, ja. Lekker gegeten. Broodje bal. Broodje bal. Echt trucusvoer. Heerlijk. Ja, vlam in de pijp. Hele dag al om. Nee. Even zonder dolle. Ja, gewoon een wasboertje. Ik voel het. Goed, wat gaan we doen? We gaan hier ons even binnen melden. Ik heb de papieren. Ja. Wij gaan samen die kant op. Oké. Okay. Oh, schok-effect, ja. Nog wel. Ik was dit weer even vergeten, ja. Super. Dankjewel. Hey, top, dankjewel, hè. Kom maar. Super! 1, 2! Oh. Mooi, dat staartje. Dat staartje op zijn kont. Gaat het goed? Ja, gaat het goed. Bij het broodje bal vertelde ik, deze knijpflessen die hebben we in de wagen. Net hebben we dat nog op het broodje bal geknepen en nu hebben we zelf gewoon 12 pallets gelost. Ik zei het net nog. Goed, we zijn hier klaar in gieten. De hele wagen is weer leeg. Hij zat vanmorgen helemaal vol. Mooi ritje. Het begint nu ook al tegen schemer aan te lopen, dus wij gaan lekker terug naar de zaak. En dan hebben we nog een mooie afsluiter. Toch? Thumbs up? Thumbs up. Ho, ho, ho. Ja? We gaan nog even een keer. Gebeurt er nu iets? Oh. En Bram staat met de vingers in de oren. Skit rond. Nee, we gaan gewoon zitten. Vind je dat goed? Oh ja, dat is goed. Dit was hem. Ik dacht, nou ja, voor leuk. Ik gooi er even een in. Ho, ho, ho. We gaan nog even een keer. Geef mij maar Amsterdam. U dat is mooier dan Parijs. Simply having a wonderful Christmas time. Feliz Navidad. Ik hou van kerst, ja dan weet je dat. Feliz Navidad. I'm leaving today.
my wish come true. Alles. All I want for Christmas is you. Time for parties and celebrations. People dancing all night long. It's the most wonderful time of the year. Dit is een mooi vlot gegaan zo, Bram. Afsluitdijk. Ja, dat vind ik ook. Twee keer knippie knippie met je ogen. En we zijn er. En we zijn er. Ja. Weet je wat wel heel grappig is? Nou. Over knippie knippie gesproken. Want we hebben het er eigenlijk niet over gehad vandaag. Nou, vertel. De sluizen zijn helemaal met reflectie een soort van bekleed. Dus als ik dat hier doe, moet je goed opletten. Daar komt hij. 3, 2, 1. Oh ja. Het lijkt wel kerst. Knippie knippie. Wat mooi zeg. Leuk hè? Ja, dat vind ik leuk. Ja, zo probeer je wel eens wat. Ik had het voor geen goud willen is. Dat was hem voor dit jaar. We gaan er weer met de knaller uit, dus ik ga hem aansteken en ondertussen... Bram! 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 Hij doet het, Bram. Wou je nog wat zeggen? Ja, gelukkig jaar. Fijne feestdagen. Knippie, knippie. Oh, hoe vond je het? Oh! Bram, daar is het. Ja, ik weet het. Ik heb een veiligheidsbril op. Ik haat vuurwerk. Bram vindt het vuurwerk helemaal niks. Maar bedankt voor het kijken. Het kruis valt hier naar beneden. Als je top video vond en Bram ook wel een mooie kerel. Doe even een blauw duimpje omhoog. Laat een reactie onder. En dan zie ik jullie in het nieuwe jaar weer. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, hè. Ja, Bram. Bram, wat is er gebeurd? Doodeng. Doodeng. Knippie, knippie. Oh. Ah. Ah. Oh, nee. Daar gebeurt het allemaal. Ja. Daar gebeurt het. Oh.